Deze Gelle Müdiger is gek van groen. En hij wordt ook enthousiast van zaken doen. Directeur van EMG is nu zijn job. Cornel Heutink de naam. We zoeken hem eens op. Het zou hier ergens moeten zijn. Cornel! Ah, daar ben je. Goeiedag. Dag. Cornel Heutink. Staat er nog iets moois in de tuin? Ja, zeker met het weer erbij. Alles bloeit als een tierenlier. Het gaat geweldig hier. Kom vooral kijken. Bessen, magieplant, munt, prei, uien. Ik hou van heel veel planten. Ik ben bioloog van oorsprong. Ik was net aan het onkruid trekken. En ik kan je vertellen, zelfs vind ik dat af en toe lastig om het onkruid eruit te halen. Ja, hier zie je zo'n hele strook met allemaal bieslook. Die heb ik gezaaid. Terwijl er nog niks, bijna nog niks te zien is, dan vind ik het al prachtig. Elke dag kijk ik hier even om het hoekje van hoe ver zijn ze, hoe staat het erbij. Ik vind het vooral leuk om ook planten te hebben die een ander niet heeft. Ik kan je wel even meenemen aan een paar planten die ik heb, waar ik wel bijzondere band mee heb of die ik gewoon heel bijzonder vind. Dit vind ik bijvoorbeeld ook wel heel erg leuk om een palm te hebben. Of bijvoorbeeld deze plant. Dat zijn kumquats, een kleine citrusvrucht. Wanneer is die liefde voor planten begonnen eigenlijk? Nou, ik weet niet beter dan dat ik liefde voor planten heb. Dat is vanaf mijn jonge jaren altijd geweest. Ik heb zelfs een plant. Die heb ik, ik denk toen ik een jaar of 12 was gekocht, was die heel klein. En die heb ik nu nog steeds. Ik ben nu 44, sorry. Zeg je altijd 42 als mensen vragen? Nee. Kijk, dit is hem. Hij heeft net bezoek op dit moment, zie ik. Zie je dat? Die hommel. Dit is de paradijsvogelplant. Strelitzia, de Latijnse naam. Volgens mij zitten er dit jaar 9 knoppen in. Kijk, deze staat bijna op uitkomen. Nou, als ik me een beetje help. Ja, daar komt hij. Geweldig. Zie je? De geboorte van een bloem. De geboorte van een bloem, inderdaad. Nou, daar kan ik dus ontzettend van genieten. In de tropen zijn de vogeltjes die komen op deze plant zitten en die gaan ermee aan de slag. En die zorgen ervoor dat die plant bevrucht wordt. Die peestjes hebben we hier niet. Dan haal ik hier stuifmeel uit die plant. En dat veeg ik aan zijn stamper. En het is familie van de banaan is dit zelfs. Er komen echt een soort mini banaantjes in met vruchten. En daar heb ik nog wel eentje van liggen. Ik weet niet of je dat leuk vindt om te zien. Nou, ik heb wel honger. Nou, die banaan kun je niet eten. Oh, jammer. Ik kan het een beetje zien. Dit is zo'n soort banaan. Het is niet alleen een zaad, maar wat je op die plant zelf ziet, die oranje hanenkam, die zit gewoon ook op dat zaadje. Gewoon echt met een oranje kam erop. Nou, dit vind ik echt, dat zijn de wonderen van de natuur voor mij. Waarom ben je eigenlijk iets anders gaan doen dan in de tuin werken of met biologie bezig zijn? Want om daarin mijn werk te zoeken. Ik heb er wel overwogen om het onderzoek in te gaan of het onderwijs in te gaan. Om daar helemaal fulltime mijn werk van te maken, dat zag ik niet zitten. Ik ben toen de IT in gerold, 20 jaar in de IT gewerkt. En ik geniet van mijn werk als ik maar ergens voldoening uit kan halen. Nou, alleen van de plant op zich. Ja, dat is vooral dat ik zelf de voldoening heb. In een bedrijf, of dat nou de IT is of waar ik tegenwoordig werk bij de RD Media Groep. Als ik maar voldoening haal, als ik samen met mensen aan iets moois kan bouwen. Zoals ik van die zaadjes kan genieten, kan ik ook genieten in een IT-omgeving. En nu ook bij de RD Media Groep staan ook weer prachtige dingen te gebeuren. Juist in deze tijd van digitalisering, van ontlezing. Hoe kan ik ervoor zorgen, samen met de professionals die daar zitten, om ook daar weer blijvend van betekenis te zijn, blijvend onze missie te kunnen uitdragen. De planten doen het dus goed in Genemuiden. Ja. En je woont er ook naar tevredenheid? Ja, absoluut. Ik heb het hier ontzettend goed naar mijn zin. Geboren en getogen. Ik geniet van mijn tuin, van mijn planten. Mooi stek hier. Genemuiden ligt aan het water. Dit is dus de haven van Genemuiden? Ja, dat klopt helemaal. Ja. Dit is wel het heel kenmerkend. De binnenhaven met het stadhuis erachter. De grote kerk daarachter. Ik moet even die kant oplopen om naar mijn boot te gaan. Dus zullen we die kant even oplopen? Ja. Dit is hem. Dit is hem helemaal. Even kijken of we erin komen zonder dat we brokken gaan maken. Even het slot eraf. Even kijken hoe het staat met mijn stuurmanskunsten. Ja, jij als stuurman van het RD zou toch moeten weten hoe dat werkt? Ja, dat klopt. Daar zit wel enige gelijkenis in. De overeenkomst is dat ik in beide heel veel plezier in heb. En het grootste verschil? Deze luistert altijd.
Als ik gas geef, dan geeft hij gewoon gas. Daar hou ik op zich wel van hoor. Gas geven, vooruit gaan, dingen voor elkaar krijgen. Wat heel simpel met zo'n bootje kan, dat wil ik ook met een grote organisatie. Ik zal even draaien daar, dan zie je de pont straks ook varen. Dat is ook echt iets wat beginnen muiden hoort. Ja, zoals je ziet, ik kan van ontzettend veel dingen genieten. Van de planten, de studie, de biologie die ik gedaan heb. En ook de rol die ik nu bij het RD heb. Ik weet niet precies wat mij allemaal gevraagd gaat worden op de Terdege Zomerfair. Maar ik vind het wel leuk om dat interview te geven. Wil je nog meer over me weten? Ik zou zeggen, kom vooral naar die Terdege Zomerfair. Ik zou zeggen, gas erop!